En ik klim me vast. Gewoon voor een zwart gat. Je kan niet verder. Weet je, loterig naar beneden. Je kan niet meer omhoog. Je bent totaal op. Ja. Nou, ik heb mijn vrouw nog gebeld. Mijn vrouw zei natuurlijk dat ik vol moest houden. En ik vader was geworden enzovoort. En ik zeg tuurlijk, weet je, ik bel je over een half uur terug. Nou, ik hang op en ik verlies het bewustzijn. Omdat je totaal aan je einde van je krachten zit. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van de podcast Onbeperkt. Onbeperkt, eigenlijk is het leven ook onbeperkt. Dat proberen we steeds duidelijk te maken in deze podcast. Dat doe ik samen met Eva. Maar Eva zit gewoon met haar telefoon te spelen. Omdat dat is niet waar. Oh, wat dan? Nee, ik heb leuk nieuws. Oeh, stel. Ken je de podcast Vink? Nee. Nou, dat is een podcast die eigenlijk podcasts beoordeeld of rate. Een podcast over een podcast? Ja, eigenlijk wel inderdaad. Zij zeggen, zie je door alle podcasts het bos niet meer? Smacht je naar goede luistertips? De redding is nabij. Vink is de podcastgids van Nederland. Nou, NPO, Radio 1 presentator Milou Brand, Vincent Bijlo en Stan Putman, die bespreken eigenlijk iedere week allerlei podcasts zijn die zijn tegengekomen. Nee, zeker niet. Nee. En nou, het is een tijdje geleden, maar ik werd ineens getagd door Milou op Instagram in een story. En ik dacht, hé, wat is dit? Dus ik keek en ik reageerde van, goh, ik snapte het. Ik kende de podcast Vink namelijk ook niet. Ik zei, goh, waarom tag je mij hierin? Toen zei ze, oh, heb je nog niet geluisterd dan? Moet je even luisteren. Dus ik dacht, oh, ik ga even luisteren. Hebben we gewoon 13 sterren gekregen in die podcast even, van hun. 13 sterren? In welke gradatie werkt dit? Dan gaat het tot 100 of zo? Ik moet heel even eerlijk zeggen dat ik niet weet. Volgens mij tot 15 uit mijn hoofd. Oké. Dus we waren de nummer 1 van die week. Nummer 1 van die week? Ja. Nou, hey. Dus we hebben gewoon even... Ik wilde dat even delen. Maar ik wilde heel eventjes dit erbij houden om even hun namen en alles goed op te noemen. Ja. Daarom zit ik even met mijn telefoon. Oh, wat lief. Dus gefeliciteerd met onze... Nou, Eva, jou ook gefeliciteerd. Winst of zo. Ja, ik was... Ja, woe. Ja, ik was wel... Ik vond het wel vet. Jij vindt het wel vet? Ja. Ja, toch? Ja, dat is niet verkeerd. Ze zeiden, kijk, de essentie is natuurlijk mooi worden erover. Dat het bij deze podcast ergens over gaat. Namelijk over mensen die geloven dat je niet de grenzen moet denken, maar in onbeperktheid. En dat zeker. Zelf natuurlijk ook met alles wat jij al hebt meegemaakt in je leven, wat je hebt verteld, ook natuurlijk zelf wel uitgestraald. Maar dat proberen we ook met de gasten te doen die we krijgen. Zeker. Want onze gast die we nu hebben, die heeft geen tenen. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, om er gelijk even boem in te komen. Zo. Mooi bruggetje. Prikkelende brug inderdaad. Ja, want wie hebben we vandaag? We hebben vandaag een bergbeklimmer voor ons, die de K2 heeft beklommen. Meerdere malen, ja. Meerdere malen en daar bijna een doodervaring eigenlijk heeft gehad, namelijk meneer Van Rooyen. Wilco van Rooyen, hartelijk welkom. Dankjewel. Wilfred en Wilco, hoop dat dit goed gaat. Ja, met het donker haar. Wie is dat? Dat ben jij. Dat is Wilfred. Oké, nou heb je het goed. Dat is heel duidelijk. Wilco, meer dan dat, hè? Meer dan een K2. Je hebt ze allemaal gedaan, alle belangrijke jongens, toch? Zeker. Nou, je bent nooit klaar als bergbeklimmen natuurlijk. Maar ja, ik heb wel wat geklommen, ja. We komen trouwens in november uit met een film die heet 49 Summits. Dus nou ja, dan kun je een beetje bedenken wat voor hoeveelheden, zeg maar, aan grote bergen we... wel beklommen. Je spreekt gelijk over we. Ja, eigenlijk wel, want ik doe dit soort dingen gelukkig niet alleen. Nee. En ik heb in al die jaren natuurlijk ook wel vaste teammembers, maar één spreekt daar toch altijd wel, springt er altijd wel bovenuit, is Cas van de Gevel. En dat is eigenlijk waarin we alle spannende avonturen wel mee hebben beleefd. Niet alles, maar dankzij hem zit ik hier ook nog wel. Daar en heb hij je ook aan te danken. En dat geldt misschien ook een klein beetje dat de andere kant inkomen op. Zou merk je dat? Ja, maar niet uit. Komt goed. Ik heb ook gewoon 100 vragen. Jij ook volgens mij, maar dat is niet erg. Nooit alleen. En, dat kun je ook niet alleen doen, toch? Nou ja, er zijn wel die zeggen dat ze het alleen doen. Maar weet je, meestal zijn er ook andere mensen op de berg. Dus in hoeverre doe je dingen dan alleen? Mm-hmm. Maar goed, soms ben je samen kruip je wel door het oog van de naald, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus je hebt een basiskamp op zo'n berg en daar zeg maar, kom je elkaar tegen. Maar hoe je dan de berg op gaat, wanneer je overnacht, op welke plekken, weet je, of je een bivak maakt. Dat zijn allemaal persoonlijke keuzes. Dus zo'n berg is natuurlijk mega groot. Dus je bent heel snel alleen.
Dus mensen denken wel eens, hè, als je dan de foto's van Mount Everest bijvoorbeeld voor je ziet, en dan zie je wel eens van die kolonnes. Nou ja, dat zijn de excessen, zeg maar. En nou ja, daar proberen wij niet in terecht te komen. Een soort file is het dan. Dat klopt. Het is een beetje de dwaze weken of de dwaze dagen bij Bijenkorf. Ja. Zo lijkt het. Ja, nee, jezus, wat een vergelijking. Ook een, het is echt druk. Nee, heb je dat nog nooit gezien? Er staan ze echt met rijen achter elkaar gewoon. Nou ja, ik heb daar net een stuk ook in de Volkskrant over geschreven, zeg maar. Dat is de vercommercialisering. Dat is de negatieve kant van de sport, zeg maar. Maar ja, tegenwoordig is alles te kopen. Dus ook, zeg maar, dit soort expedities. Maar dat is niet de tak van sport die wij dan voor ogen staan, zeg maar. Waarbij je dus wel je eigen beslissingen neemt, je eigen strategie. Nou, we claimen zonder extra zuurstof, om maar een voorbeeld te noemen. Dus dat zijn, net zoals je, zeg maar, vroeger gewoon in de Alpen klom. Zo proberen we dan ook in de Himalaya te klimmen, zelfvoorzienend. En ook geheel af te rekenen op je eigen fouten of beslissingen die je neemt. Maar waar is deze hele passie ooit vandaan gekomen? Want kijk, ik kan fysiek dit al niet. Dat is het allereerst. Dat moet je niet zeggen. Oh, daar gaan we. Je zult het niet geloven. Ik weet zijn naam even niet. Een of andere Rus. Het is echt bizar voor woorden. Maar die heeft ook geen benen. Echt gewoon, nog korter. Nog korter dan ik heb. En die heeft gewoon de top van de Manaslu. Is een 8000 gehaald. Wel met natuurlijk mensen eromheen. Maar goed. En hij heeft dan wel armen, denk ik. Hij heeft wel armen. Waar die zich dan mee zo verplaatsen, zeg maar. Maar het is echt bizar voor woorden. Maar om me aan te geven, als mensen zeggen dat zou ik niet kunnen. Nou, dat is altijd relatief. Oké, dan goed. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Nou ja, misschien dat ik het dan wel zou kunnen. Maar ik zou het denk ik echt... willen. Precies, dat is een tweede. Ja. Ik sta daar niet heel erg om te springen. Maar waar is dat ooit bij jou vandaan gekomen? Heel laagdrempelig. Gewoon met mijn ouders in de bergen. En mijn vader die werkte zich 3 slagen in de rond het hele jaar. En had 3 dagen, of 3 dagen, 3 weken vakantie. En vakanties deden we altijd in de Alpen. Dus dat was in Zwitserland. En ik als klein jongetje huppelde dan met hem mee, zeg maar. Mijn zusjes bleven op een gegeven moment heel, rolbevestigend achter op de Alpenweiden met mijn moeder. En dan gingen wij een van de topje doen. Maar allemaal heel onschuldig, hoor. Ja. Hij hield van filmen, dus hij stond toen, zeg maar, met zijn Kodak 8 camera, waar nog geen geluid onder zat, te filmen. En dan zat hij dat, al die weken te monteren als we dan thuis waren. En dan moest dan iedereen natuurlijk zien. Maar naast goed, dat vele werk wat hij al deed. Een zaadje geplant, of tenminste, hij heeft eigenlijk een zaadje geplant. Ja. Ja, en weet je, het is gewoon heel tof, weet je, als je met je rugzakje gewoon op zo'n bergtopje aankomt. En ik zeg wel, als je staart in het dal der verplichtingen, waar mensen allemaal lopen te rennen en te vliegen en ze weten van voren en achter niet meer waar ze leven. Mm-hmm. En je bent er eigenlijk letterlijk en figuurlijk bovenuit gestegen. En dan krijg je de rust over jezelf. En dan ook de relativeringsvermogen natuurlijk, dat je maar een pluisje bent op deze planeet, ook maar heel eventjes daar bent. En ja, die bergen liggen daar voor eeuwig. Ja, en dat doet iets met als mens zijnde. En als je dan toch die natuur kan trotseren en die challenge kan aangaan. Ja, dat is de sky is the limit dan. En dan voel je gewoon dat je leeft. Dat is... Dat geeft gewoon een adrenaline kick als je het zo hoort. Ja, kun je dat want je hebt, hoeveel bergen heb je beklommen? Ja, ik weet niet. Is er een soort van getal? Dat niet. Nee, je houdt het niet eens bij. Nee, maar wat is ook een berg, weet je wel? Dat is ook een beetje blasé. Ik tel ze niet. Dat zijn elke keer weer inspanningen. Ja, precies. Dat bedoel ik. Zeker. Ik tel natuurlijk wel de grote prestaties, weet je. Maar ik zeg wel eens, je kunt het over de 8000 in Himalaya hebben. We hebben de 14. Meer zijn er niet. Dat zijn de allerhoogste bergen van de wereld. Er is overigens nog nooit een Nederlander geweest die alle 14 heeft beklommen. Internationaal natuurlijk wel, maar dat komt bij natuurlijk helemaal geen bergcultuur. Motiveert jou dat dan om dan te gaan doen? Nou, dat is ook weer een afweging, weet je. Dat kan wel, maar ik ken ook wel die jongens, die zitten dan op een gegeven moment toch gescheiden in een flatje ergens, weet je. Want ja, je moet daar gewoon heel veel commitment voor over hebben. En ja, de andere dingen vind ik ook gelukkig belangrijk. Dus ik heb ook een zoontje, weet je. Ik heb ook een relatief normaal gezin. Dus in die zin... Relatief. Relatief, ja, alles is relatief, okay, toch? Dat is waar, onbeperkt relatief. Ja. Maar goed, dus, maar ik zeg wel eens, een beklimming in de Alpen, daar hebben we ook vaak genoeg een pak slaag gehad. Dat je zegt van ja, het is een wonder dat we daaruit gekomen zijn, weet je. Maar dat zoek je natuurlijk ook op. Maar vind je er ook leuk dan aan? Wat je interessant vindt, is natuurlijk gewoon een lijn te ontdekken op een berg. Hè? En dan bedoel ik niet de normale route waar je gewoon omhoog kan lopen, zeg maar. En daar lees je over. En dan krijg je op een gegeven moment, gaat dat leven? En als je voor het eerst dan onder zo'n berg staat en dan...
ja, dan maakt dat enorme indruk. En als je dan met z'n tweeën, hè, ben je allebei even bang en denk je, heb je allebei evenveel twijfels en dan ga je er gewoon aan beginnen. Ja, en als dat maar je hoeft het niet te doen, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Het alternatief was bijvoorbeeld toen, hè, wat de maatschappij je toen een beetje opdronk. Je moet studeren en zorgen voor later en dat soort dingen. Dat deed ik ook allemaal mee en dan zat ik in de schoolbanken. Maar ondertussen dacht ik, dit is helemaal niet wat ik wil. Nee. Nou, mm-hmm. En als ik dan in die Alpen was, dacht ik, wauw, dit is wat ik wil. Maar iedereen zei natuurlijk, ja, dat kan toch allemaal niet. En daar kan je geen geld, mijn geld mee verdienen en noem alles maar op. Maar wij dachten alleen maar, ja, jongens. Geld kan gestolen worden. We willen gewoon nu leven. En we hebben gewoon daardoor, ja, van zin. Dus eigenlijk ben je ook heel egoïstisch. Zeker, iedereen is heel egoïstisch, denk ik. Want uiteindelijk moet je natuurlijk voor je eigen leven, dat heeft ook met leiderschap te maken, je eigen keuzes bepalen. En dan kun je wel zeggen, ja, ik ben heel sociaal. Ja, maar goed, als je honger leidt, dan wil ik nog wel zien van wie het brood afjat. Dus er zijn allemaal films over de laatste tijd waarin mensen inderdaad elkaar makkelijk bestrijden enzovoort. En de werkelijkheid heeft ook aangetoond dat mensen, als ze voor zichzelf kunnen kiezen, altijd voor zichzelf kiezen, ja, toch? Ja, maar je moet ook eerst overleven. Hè? Je moet ook eerst zeggen, wel eens, je moet eerst de zaakjes voor jezelf goed op orde hebben voordat je goed voor een ander kan zorgen. Ja. Dus dat wil ook zeggen dat als je succesvol bent, hopelijk ga je het dan ook delen om iemand anders in succes te maar als jij weer eens weggaat, dan zeg je tegen je vrouw en je zoontje, dit is leiderschap wat ik aan het tonen ben. Ik ga nu even mijn leiderschap tonen. Nou, dat heeft meer met zeg maar die hoogste ladder, hè, van Maslow te maken. Hè, dat zelfontplooiing, dat als je alles goed geregeld hebt, dan wil je op een gegeven moment, ja, alles uit het leven halen. Mm. En natuurlijk is het altijd een afweging van hoe ver hou ik rekening met. Maar de grap is, waarom de meeste mensen hun dromen niet verwezenlijken, is omdat ze denken dat dat van die anderen niet zou mogen of niet zou kunnen. Ja. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar jij hebt makkelijk praten. Ja, hoezo heb ik nou makkelijk praten? Ja, jij hebt makkelijk praten. Ik kan makkelijk praten, net als jij. Nee, maar ik bedoel dat mensen die misgunnen zichzelf, zeg maar, de grootste dromen die ze in hun leven waar zouden kunnen maken als ze meer ballen zouden hebben. Kijk, het is natuurlijk nooit leuk om afscheid te nemen. Ik vind ook niet leuk om als je erover nadenken. Heb jij iets waarvan je dan nu denkt, oh, dit heb ik gelaten voor een ander? Ja, kijk naar de uren die hier zit. Weet je wel, hij zou ook met zijn zoontje in de tuin kunnen spelen. Dat doe ik ook heel veel. Ja. En ik ben elke voetbalwedstrijd erbij. Maar je zit meer uren, ben je met je passie, met je bevlogenheid. Nee, maar dat ben ik met je eens. Maar wat je ook zelf stelt, je mag nooit een andere schuld geven van dingen die je zelf in je leven niet bereikt natuurlijk. Dus daar moet je echt voor waken. Want dat leidt ook binnen je relaties, of binnen je vriendschap ook weer tot wrevel. En uiteindelijk ga je tot irritatie leiden. En kan het ook helemaal de andere kant op gaan. Ja, maar ik belangrijk om te zeggen, vind ik, is dat je als je echt van elkaar houdt, dat je elkaar de ruimte geeft om te groeien, om te ontplooien enzovoort. En wat zie je vaak? Dat mensen een soort gouden koorconstructie om zichzelf heen bouwen, onbewust, hè? En dat ze daardoor eigenlijk niet meer tot ontplooiing komen, omdat ze denken, ja, nee, maar ik kan toch niet meer. Mensen beperken elkaar daarmee, absoluut, zeg je eigenlijk. Nou, heb je het weer. Onbeperkt. Ja, zeker. Ja. Maar ik vraag me dan ook af, zeg maar, je begon natuurlijk al met bergklimmen toen je nog geen partner had. Klopt. Je bent op jonge leeftijd al begonnen. Op een gegeven moment werd je verliefd en toen kreeg je relatie en een kind. Is er dan een soort van verschil nog ontstaan in het gevoel voor en na dat je hun ontmoette en het kind kreeg in het beklimmen van zo'n berg? Omdat daar zoveel risico's aan zitten. Ja, maar die risico's die waren er altijd, weet je. En als ik geen kind had, was het niet zo dat ik een adrenaline junkie was en maar zomaar allemaal dingen, onbezonnen dingen deed. Maar ga je nu dan wel met een ander gevoel die berg op? Een moeilijke vraag. Want je bent altijd super, weet je wel, voorbereid. En je gaat er altijd vanuit, dit overkomt maar niet. Een beetje vergelijkbaar. Ja, ga je daarvan uit dat het je niet over... Want het zijn echt zo'n als jij in de auto stapt, ga je er ook vanuit dat je geen ongeluk krijgt. Ja, maar in de auto stappen is toch wel iets anders dan de bergen die jij beklimt. 600 doden per jaar, hè, in Nederland. Mind you. Zeker, maar voor mijn gevoel zoek jij het meer op. Ja, maar daar heb je het. Je moet dingen bewust doen. Dus als jij bewust in die auto stapt, dan neem je het risico. Ik klim bewust en dan kun je de risico's loslaten. Maar kijk, je klimt ook bewust wel een berg waar heel veel mensen gewoon niet levend van terugkomen. Ja, maar dan ben je gefocust op de risico's, zeg maar. Ja. En dan ga je niet uit van de liefde die daaronder zit. Ja. He, dus als ik zeg wel eens, als je heel erg echt van iets houdt, neem even je kind. Dat is het meest makkelijke voorbeeld. Dan ben je bereid om te sterven. Ja. Dat is met je passie ook een soort ook, van. Weet je wel? Dit is mijn vak. En ja, weet je, en het brengt mij zoveel. Mensen zeggen, moet je kijken wat het allemaal gekost heeft. Dan gaat het over die tenen. Zeg, joh, als je dan iets moet missen in het leven, laat het dan maar je tenen zijn. Maar afgezien van dat, je moet kijken wat het mij opgebracht heeft. Maar het heeft me alles gebracht. Maar wat heeft het je gebracht dan? Alles. Wat is alles dan? Wat houdt dat in dan? Ongelooflijke, nou ja, als ik zo arrogant mag zijn, de inzichten die ik zelf, waar ik zelf heel, ja, heel veel mee kan. Dus zoals? Dan heb je het over die zelfontplooiing. Nou, al de lessen die ik dus geleerd heb in het leven. Weet je, het relativeren, de dankbaarheid. Weet je, als ik morgen neerval, joh, ik heb echt een supermooi leven gehad.
Ja. En als ik andere mensen... Maar de familie erbij, want ik bedoel, Petra de Vries had brief achtergelaten voor zijn twee kinderen. En zij namen ook inderdaad in hun leven mee dat dit risico erin zat, dat hij zou kunnen overlijden. Zo sta je ook in het leven, zeker. Zo staat jouw familie er ook in het leven. Ja, ik heb ook brieven thuis liggen en weet je, mijn begrafenis, alles is... En dan zeggen mensen, oeh, dat is ook eng om daarover te praten. Nee joh, dat geeft juist energie, man. Om het met elkaar erover te hebben van, goh, hoe zou jij herdacht willen worden bijvoorbeeld? En wat vind je belangrijk in het leven? En als je dat dan belangrijk vindt, ga er dan ook naar leven. Terwijl ik wel eens denk, je zegt het met corona. Mensen in die keer dachten, oh shit, wat heb ik nou voor bloody job? Weet je wel? Is dit belangrijk? En ik loop in een soort cirkeltje rond. Laat ik echt waarde gaan creëren. Nou, en als je op die manier bewust, onbeperkt, mooi woord hè, leeft, ja joh, dan kun je die risico's loslaten. Want we weten allemaal dat risico's zijn. En we denken allemaal dat we 100 worden. Worden we allemaal niet. En vervolgens vinden we het gek als we op een gegeven moment neervallen. En vaak nog van burn-out en dat soort risico's. En dat vinden we geen risico's, hè. Want burn-outs en te veel eten en al die flauwekul. Weet je? Dus dan zeggen mensen, dat vind ik grappig, dan zeggen mensen tegen jou, je neemt risico's. Terwijl ik dan naar hun, nou ja, hun sociaal-emotionele systeem kijk, laat ik het zo even zeggen. Mm-hmm. En denk, nou, wie neemt hier risico's? En heb je dan ook het gevoel dat jij 100% onbeperkt leeft? Ja, dat idee heb ik wel, ja. Maar rekening houdend met natuurlijk. Het is niet zo dat ik bedoel, ik ben ook heel, dat is ook zoiets. Ik ben 2-3 maanden per jaar misschien op expeditie. Maar goed, daarnaast ben ik gewoon, ik haal mijn zoontje uit bed. Ik breng hem naar school, noem het allemaal. Wat is die? Hij is nu 13. Ik heb vanochtend nog Frans weer zitten met hem en zitten oefenen. Dus ja, welke vader kan het zich permitteren om gewoon, weet je wel... Er zijn de meesten die gaan om 7 uur de deur uit, komen 7 uur 's avonds thuis als je mazzel hebt. Ja. Dus in die zin heb ik ook ontzettend veel quality time. Ja. Alleen, het is meer, ja, zeg maar... Relatief. Er zit veel meer stretch in, moet ik zo maar zeggen. Maar in die brieven staat dus een soort afscheid. Toch? Zeker, ja. Ja. Nou ja, dingen die je niet nu al tegen ze gezegd hebt. Jawel, maar weet je, als ik het over passie heb, hij is nu 13. Maar de laatste expeditie, ja, als een kind 12 is, weet je, en je gaat hem uitleggen over passie. Ja, wat moet een kind van 12 nou met een passie? Weet je, dat valt niet uit te leggen. Maar ik schrijf het wel dusdanig uit dat ik zeker weet dat als hij 16 is of wat dan ook, en ik zou er niet zijn, en die voorbeelden zijn er natuurlijk ook van klimmers, hoe ongelooflijk trots die kinderen zijn, weet je, omdat vader toch een soort rolfiguur was. Maar wat vindt hij ervan dat jij dit doet? Ja, vindt hij het tof. Maar natuurlijk vindt hij het niet leuk als ik weer wegga. Hij zegt ook, papa, je hebt toch al genoeg bergen beklommen. Waarom moet je nou weer een berg beklimmen? Ja, en wat is je antwoord dan? Ja, dat is dus een hele lastige. Want het gaat niet om die top meer. Weet je wel, dat kijk, in het begin is het ego. Hè, van ik moet laten zien dat ik de hoogste berg van de wereld zonder extra zuur kan beklimmen enzovoort. En alle polen heb bereisd en alle wereldcontinenten. Nou, leuk heb je op een gegeven moment gedaan. Grand Slam noem je dat dan. In de Explorers Grand Slam. Maar ja... Who cares, weet je? Maar voor mij het onderweg zijn met die buddy... weer gewoon samen door het oog van de naald willen kruipen... voelen dat je leeft, gewoon trots zijn of het nou lukt of niet, weet je? 2018 maar staat er tegenover dat je dat thuis niet kan voelen dat je leeft. Dat klopt, want als ik in die geciviliseerde wereld leef... weet je, de deuren gaan automatisch voor me open. Waar heb ik nog spierkracht voor nodig? Waar heb ik nog denkkracht voor nodig? Weet je, alles, de overheid begint ook steeds meer... Waar ben ik nog in dit verhaal? Dus je moet wel voor je eigen, voor jezelf, onbeperkt, de onbeperktheid opzoeken. Want je wordt steeds verder aan banden en kaders gelegd. En dat was vroeger al. Hè, werd er maatschappelijk van alles van mij verwacht, had ik het gevoel. Hè? Dat zal niet iedereen hebben gehad. Ik had dat wel. En dan word je ergens in een soort keurslijf gedrukt. Maar jongens, we kunnen gewoon onbeperkt. Je kan alles worden wat je wil, zeker in een rijk land als Nederland. Dus kies voor je hart, weet je. En of je er nou geld mee kan verdienen of niet. Is het helemaal waar, Wilco? Je kan alles worden wat je wil? Ja, daar geloof ik wel in. Ja? Ja. Ik bedoel, ik geloof dat heel ver kan gaan, die wilskracht waar je nu over praat. Maar je moet er ook wel iets van talent hebben. Nee, talent geloof ik helemaal niet in. Nee? Hoezo niet? Talent, weet je. Reinhold Messner, dat is een van de grootste klimmers in Europa geweest. Weet je, dat is de eerste die het lef had om uiteindelijk de hoogste berg van de wereld zonder extra zuur te gaan beklimmen. Terwijl de medici hadden gezegd, dat kan helemaal niet. Nou, hij flikte het. Moet je nagaan hoe eigenwijs je moet zijn. Maar goed, die man die hebben ze gezegd, die is heel speciaal. Dat kan niet anders. Die moet extra grote bloedlichaampjes, weet ik dan. Man. Hij is weer helemaal doorgemeten. Hij is gewoon een average guy. Weet je wel. En zo voel ik mezelf ook. Alleen waar ik wel in geloof is dat je ergens voor kiest en doorzettingsvermogen uiteindelijk ergens probeert te komen. En talent, ik denk dat talent je juist in de weg zit. Want kijk naar de grootste talenten, die verspillen het vaak omdat ze gewoon andere domme dingen doen. Omdat ze het talent zit je eerder in de weg als ik jou zo hoor. Het gaat te makkelijk. Kijk naar de jongens. Die aanleg, talent, het speelt allemaal. Aanleg, weet je, je moet doen waar je goed in bent, hè, waar je goed bij voelt. En dat heeft natuurlijk. Maar wat is dan ook het verschil tussen aanleg en talent?
Nou, kijk, als ik het weer met school vergelijk, had je jongens die hoefden niet te leren, weet je wel, en die, of meisjes, en die haalden goede cijfers. Die hadden blijkbaar talent. Nou ja, ik bedoel, ik had dat niet. Ik moest gewoon daarvoor knokken. En ik geloof veel meer in dat knokken dan dat je het talent hebt, waardoor het te makkelijk komt aanwaaien en je met de free time die je hebt verkeerde dingen vaak gaat doen. Ja. Eentje om over na te denken. Nou ja, ik zit er even over na te denken. Kijk, ik had als vanaf mijn 12e droom dat ik dit wilde gaan doen. Ik wilde dan de beste sportpresentator van Nederland worden. Nou ja, mooi voorbeeld toch? Ja, maar er waren ongetwijfeld jongens die veel meer talent hadden dan jou. Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Ja. En ik vind het echt een denkfout. Want het wordt zo vaak op talent. Wat is jouw talent? Ja, ik geloof veel meer in van waar voel je je goed bij en waar heb je plezier in? En maak dan van die 8 en 10. Maar wel door en natuurlijk, als je een zesje bent, ja, dan weet ik niet of je een 10 kan worden. Maar volgens mij, als je een zesje bent, dan heb je ook niet het geluk daar liggen. Dan voel je je niet in je kracht zitten. Maar als je ergens een 8 in scoort, dan denk je, oh, ik ben daar best goed in. Nou, als je dat echt wil, jongen, denk er goed over na. Maar dat 8 is dan toch het talent? Wat er al in zit. Ja, maar goed. Of waar komt dat achtje dan vandaan? Ja, talent, dat is een hele moeilijke inderdaad. Ja, precies, maar, ja. Is ook zo. Maar goed, je voelt wel een beetje wat ik vind talent is een beetje overschat, vind ik. Maar goed. Maar kijk, eigenlijk wilde ik het liefst topvoetballer worden. Maar ik merkte dat ik op mijn 12 dat ik daar niet goed genoeg voor was. Dus het ene leukste was sportpresentator worden. Dus maar het liefst was ik topvoetballer geworden. Ja, als ik jou hoor zeggen, dan had ik dat dus ook kunnen worden. Ja, had dat wel moeten kunnen lukken blijkbaar. Maar dat kan dus niet. Want dat ik had weet dat, je dus ik niet. Had dat, nee, nee, dat ik, weet nee, je dus ik, niet. Geloof me, ik trainde me echt elke zeker week. Vond je het ook leuk? Ik vond voetballen fantastisch. Maar ja, ik had niet genoeg talent en niet genoeg aanleg. Nee, maar kijk, dat is ons, zoals we opgevoed, de maakbaarheid, gedachte, weet je wel, dat we alles kunnen. Dat is natuurlijk, kijk, ik wist ook niet of ik het zou redden, weet je. En ik ben nog steeds niet, de grootste klimmer, helemaal niet. Dus alles is relatief. En wat is de grootste voetballer? Ik heb geen idee, want ik heb sowieso geen verstand van voetbal. Ja. Maar, weet je. Maar eigenlijk Maradona. Maar, ja. Maar ik geloof echt dat uiteindelijk gaat het ook helemaal niet over het voetballen. Of het gaat ook niet over een bergbeklimmer zijn. Of waar het om gaat is of je natuurlijk gewoon, ja, dat klinkt altijd zo zweverig, maar happiness ervaart dat je gewoon denkt dat je dankbaar kan zijn. Dat je zegt, joh, ik heb alles uit het leven gehaald. Alles dan. Voor jou, het kan betekenen dat je niet de beste wordt, maar op jouw niveau word je de beste van wat je uit je talenten haalt. Dan is wat je schetst. Ja, dus, ja, en dan ja, moet je dan ook een bepaalde tevredenheid mee hebben. Nou, bepaalde tevredenheid, dat is je maximale tevredenheid. Ja. Want hoe moet ik nog meer tevreden worden dan wat ik al ben? Kijk, ik heb een aantal van die 14.000 beklommen. Moet ik ze dan allemaal, zou ik dan meer tevreden zijn? Nee, dat als je jong bent, denk je dat misschien, want dan krijg je die stempel, heb ze alle 14 gedaan. Maar joh, dat boeit me helemaal niet, omdat ik andere dingen ook belangrijk vind. Bijvoorbeeld met mijn zonen bezig zijn. Ja. Nou goed, en dat heeft voor mij dan ook zoveel waarde en dat weeg ik dan af, weet je. Maar dan haal ik alsnog het maximale eruit. Dus wat het maximale is, dat bepaal je natuurlijk zelf. En ik denk dat als jouw leven in ene keer een kanteling krijgt, om wat voor reden dan ook, omdat je vrouw ziek wordt of weet ik het wat, dan weet je op een andere manier, denk ik, een veel diepere laag aan te spreken in je leven, waardoor je hopelijk heel dankbaar. Maar ik wilde eigenlijk het winnende doel voor het Nederlands elftal maken. Dat is er niet van gekomen. Nee, maar ik droom er nog steeds over. Ja, maar de vraag is, aan het einde van de rit, je bent hopelijk nog niet aan het einde van de rit, als je terugkijkt op je leven, waar heb ik nou meer waarde gecreëerd? Mm-hmm. Dat is absoluut waar. Ik heb natuurlijk uiteindelijk mijn tweede droom gevolgd. En die is, ja, maar jij noemt het je tweede droom, maar de vraag is achteraf is van, nou ja, misschien heb jij op deze manier wel veel meer bereikt en bereikt met waardecreatie, voor veel meer mensen een zaadje geplant, weet ik het wat. Maar één van de zoveel voetballers zou zijn geweest die ooit een belangrijk doel wordt. Nou, in een van de zelf in die finale had ik in mijn hoofd zitten van het WK. Even kritische vraag. Wat is jouw waarde dan naar de wereld geweest door het beklimmen van die bergen? No, sorry? Zeg maar, je hebt het over de waarde die je brengt aan de wereld. Maar wat is de waarde die je brengt als je zelf bergen gaat beklimmen? Doordat je uiteindelijk meer zeg maar van jezelf, maar ook natuurlijk van de wereld. Je komt natuurlijk alle culturen tegen, weet je. Je reist de hele wereld over. Dus ik heb werkelijk van bittere armoede tot, nou ja, noem het allemaal maar op. Klimaatverandering, ook zo'n mooi voorbeeld natuurlijk. Waar we 97 waren, we daar al van onder de indruk.
Maar bottom line, uiteindelijk, ik geef nu bijvoorbeeld ook heel veel presentaties, nu wat minder, ja. Maar uiteindelijk blijkbaar kun je wat vertellen wat mensen, nou ja, waar ze iets mee kunnen. Ja, wat jij zegt, steeds dat onbeperkte. Dat is wat jij probeert uit En over te brengen. En uiteindelijk ben ik nu ook bijvoorbeeld wel heel lang aan het knokken voor Antarctica, zeg maar. Omdat Antarctica is ons laatste ongerepte continent, hè, anderhalf keer groter Europa. Mm-hmm. En niet zozeer alleen maar voor het continent, hè, want dat is wel bijzonder. Dat is van niemand. Achter de schermen wordt daar natuurlijk alweer voor gevochten. Maar wat daar zo belangrijk aan is, dat is onze grootste zoetwatervoorraad van de wereld. Mm-hmm. Nou, die grootste zoetwatervoorraad is aan het smelten, dat weten we allemaal. Nou, als je dat doorrekent, dan is dat echt mind-blowing. Ik bedoel, het gaat 6 keer harder dan onze wetenschappelijke model aangeven. En als dat werkelijk zou smelten, en niemand laat dat op zich inwerken, maar dan stijgt die zeespiegel 53 meter wereldwijd. Ja, ongelooflijk gedacht, ja. Hoe kunnen wij nou denken dat wij het allemaal in het snotje hebben, dat we allemaal slim zijn en we dat allemaal start-ups aan het maken? Dat is allemaal bullshit, jongens. Laten we nou eens in godsnaam, weet je wel, stoppen met de dingen waarvan we weten dat het niet goed is. En dat weten we allemaal. Maar we doen het op de een of andere manier niet voor de quick win. Hoe kunnen we nou elkaar op de een of andere manier coachen? Hè? Op een gegeven moment ook een soort sport van maken dat fun wordt. Om gewoon elkaar daarop aan te spreken en de goede dingen te doen. Nou, hoe kom ik eraan? Dat heb ik nooit op school geleerd. Maar dat leer ik wel omdat ik in die wereld die bergen beklim. En natuurlijk gewoon zie wat er gebeurt. Ja. Het is wel verontrustend wat je zegt. Hè? Dat grappige is, we praten erover. We gaan straks weer in de auto. En dan denken we, wat een heftig verhaal. We gaan weer door. Ja. Dus hoe gaan we dat veranderen dan? Nou ja, weet je, ik rijd dan wel elektrisch sinds 2013. Weet je, ik heb mijn huis natuurlijk helemaal energie neutraal. Allemaal dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook omdat ik het kan doen. Mm. Maar het geeft wel aan. Ik probeer, weet je wel, water. Alles wat ik, kleding, weet je, alles probeer ik wat ik kan bijdragen. Maar nog belangrijker vind ik, is dat spread the world. Dus je hoeft maar één persoon op die dag te spreken waarbij je dat zaadje plant van joh, en dat probeer ik die bedrijven ook in mee te nemen. En die bedrijven willen allemaal wel. Alleen het is dat gewoontegedrag, wat is natuurlijk ons in de weg zit. Maar Wilco Verrooijen, je bent je eigen businessmodel eigenlijk nu. Dat is daar verdien je geld op mee. Maar dat is ook gewoon spelende wijs gekomen. Want bedoel, ik heb daar natuurlijk nooit voor gestudeerd. Alleen omdat het je passie is, weet je, ontstaan er dingen. En dat is wat ik bedoel met talent, weet je. Dan ga je dat van tevoren al proberen in te vullen. Terwijl als jij gewoon doet waar je gewoon in gelooft, dat het mooie is dat je kunt de uitkomst kun je nog niet voorzien. Want je bent iets aan het doen waar je zo goed in bent. Nou, geloof mij, als je daarvoor kiest, dan komen er morgen en overmorgen komen er dingen op jouw pad. Die kunnen wij nog helemaal niet overzien. En zo ben ik dit ook gaan doen. En als ik terugkijk, denk ik, wauw. Ik ben ooit gewoon met bergbeklimmen begonnen, waarvan ik een soort zwart schaap in de familie was. En iedereen dacht van, weet je, die jongen die wordt nooit volwassen. En moet je nu kijken. En nu zeggen mensen, wauw, hoe heb je dat gedaan? Ja, geen idee, gewoon mijn hart gevolgd en eigenwijs genoeg geweest. Je tweede kwijtgeraakt. Ja, maar weet je, dat is het risico van het vak. En weet je, natuurlijk, als ik een kruisje had moeten zeggen, dan was ik niet op die expeditie gegaan, dan had ik meteen nog gehad. Maar wat ik ervoor terug heb gekregen, ik kan dat niet voldoende uitleggen. Wat een rijkdom. En nogmaals, dat is natuurlijk niet uitruilen, weet je, of nou, ik offer meteen op en dan krijg ik daarvoor. Maar het is wel risico's nemen in het leven, waardoor je het leven leert kennen en uiteindelijk ook trots wordt en dankbaar wordt op het leven wat je gegeven is. Ik zit al een hele tijd naar zijn voeten te kijken. Vanaf het moment dat je binnenkwam, ik zag je aanlopen. Ik heb zo gezien, ik had een filmpje gekeken. Je hebt het filmpje gekeken. Maar ik vraag me dan, je hebt er ook niks in zitten dus. Nee, daar geloof ik ook niet in. Ik ben heel trots op mijn voeten. Jullie vinden natuurlijk, die andere is net zo. Er zit ook niks in. Maar hoe kan je dan wat dokter... We kijken nu voor de mensen die luisteren. Dit is letterlijk een voet. En het zijn echt precies de tenen eraf. Ja, de scharniertjes nog een stukje. Scharniertjes? Ja, dus een soort klompvoet als alleen maar mijn stukje ervan, het voorkantje bevroren is, dan knijpen ze dat weer dicht en dan kun je nog een klein beetje zo. Want jouw hele tenen zijn maar er inderdaad hier af. Dus ik kan nul afwikkelen. Ja. Dus ze zei tegen mij ook, je kunt niet meer hardlopen, je kunt ook geen bergen beklimmen, want deze huid hebben ze dan getransformeerd van mijn bovenbeen, zeg maar. Ze hebben een stuk huid teruggezet. Ja, want er zat gewoon te weinig huid. Dus ze konden het niet dichtknijpen. Dus nu ziet het er al wel heel mooi uit. Maar het ziet er op zich niet heel verkeerd uit. Alsof een hond de voorkant eraf had getrokken. Maar goed, ik loop weer hard. Ik maar berg, ze ik zeggen ook altijd weer dat je zonder tenen geen evenwicht hebt en zo. Dat klopt, en dat heb ik dus wel. Dus, maar hoe kan dat? Is dat gewoon training opnieuw leren lopen? Maar dat is dus de natuur. Als je dus gelooft... Kijk, ik zat in het Militair Revalidatiecentrum. Zat ik ook, laat ik zeggen, eerst in een of andere medische ziekenhuis. Ik zal geen namen noemen. Dan zeiden ze tegen mij, nou meneer, ik kan niet meer hardlopen, ik kan niet meer klimmen.
Mijn wereld stortte natuurlijk in. Dus ik zat aan een potje te janken. En toen kwam een goede vriend van mij naast mijn bed, weet je. En die zei van, je moet gewoon in een ander verhaal geloven. Mm-hmm. Ja, maar wat verhaal dan? Hij zegt, nou, dat er gewoon wel dat je gewoon wel weer kan klimmen. Dat je wel kan hardlopen. Ik zeg, ja man, doe normaal. Dat kan gewoon niet. Ik heb geen tenen meer, weet je. En we zijn op dat moment geloofde jij er ook niet meer in dat zou gaan lukken? Nou ja, heel zachtjes begon mijn geloof te kantelen, weet je. Dus ik ging ook boeken zoeken, weet je wel, van mensen die natuurlijk ook dit soort dingen hadden. Dus ik uiteindelijk een Australische klimmer ook, die ook beide voorkanten. En die klom er in Himalaya. Ik denk, godverdomme, als hij het kan, dan kan ik het ook. Ja. Nou, en vervolgens ben ik door een omweg bij het militaire revalidatiecentrum terechtgekomen. Ook weer zoiets. Kom ik daar binnen. Ik vond dat het heel erg was met mij. Hè, want liep je toen of zat je toen in een rolstoel? Nee, ik zat toen nog even in het begin in een rolstoel. Mm-hmm. En dan zie ik gewoon jongens van 19 jaar uit Oeruzgan, weet je, zonder benen binnenkomen. Wat zit ik dan te bazelen dat ik mijn tenen kwijt ben? En die jongen die lachte gewoon. En ik dacht, wat is dit, joh? Mm-hmm. En we gaan gewoon aan het werk met een team. Weet je wel, instrumentmakerij, psycholoog, weet ik het allemaal. En binnen een half jaar liep ik mijn eerste halve marathon weer. Dat marathon ook echt. Ja, halve marathon. Maar dat was niet om te laten zien, weet je, hoe geweldig ik ben. Maar dat is om aan te tonen wat de kracht van mensen is. Wij zijn allemaal unieke wezens met uniek DNA. Mm-hmm. En wij hebben het in Nederland over de gemiddelde Nederlander. Ja. Fuck you. Ja. Weet je? Ga eens in je kracht staan. Ga eens in je geloof. Ga in jezelf geloven. Stippel eens uit wat je echt wil. Weet je? En we hebben jaren genoeg. We onderschatten wat we in een week kunnen doen, maar we overschatten. Of we overschatten wat we in een week kunnen doen, maar we onderschatten wat we in een jaar voor elkaar zouden kunnen krijgen. Dus als we met elkaar besluiten, jongens, daar gaan we voor, dan krijgen we dat ook voor elkaar. Maar nog heel even terug, want kijk, even nog naar het moment dat die tenen dus eigenlijk afvroren. Jij hebt de K2 beklommen. Mm-hmm. Jullie hebben de top bereikt. En je had net je meerdere culturen ontmoet. Jullie waren geloof ik ook met een team van Chinezen, Italianen. Jij was met Cas. Ja. En toen hadden jullie besloten om dat samen te gaan doen. Dus met touwen allemaal. Ja, het is heel delen. Jullie hadden 400 meter bij, die hadden 200 meter bij, weet ik het allemaal. 11 klimmers omgekomen. Maar terug, jullie waren de top, hebben jullie bereikt. En de terugweg ging het mis. Ja, en waarom ging het mis? En dat is echt super exceptioneel. Onze touwen die we met zoveel moeite hadden aangelegd in de bottleneck, een heel moeilijk stuk. Die voorafgaande expedities al die jaren daarvoor nooit deden. Want die zeiden allemaal, dat kan niet. We hadden speciale touwen laten ontwikkelen. Yeah. Hadden wij dus wel gedaan. En we komen terug en die touwen waren weg. Maar hoe kan dat? Ja. Inderdaad, hoe kan dat? Wat denk je? Dat kan gewoon niet. Ja, zoek de gij zult vinden, want wij dachten, we zitten niet goed. Ja. Dat is de meest logische conclusie. Ja, tuurlijk. Nou, we hebben ons een ongeluk gezocht. We hebben de hele nacht een bivak gehouden met -30, zonder eten, zonder drinken. En de volgende ochtend kwam de zon op en we zijn weer gaan zoeken. Ja. En er zijn jongens natuurlijk in die nacht, die zijn door gaan zoeken. En die hebben gewoon, ja, die zijn over de rand gekukeld, zijn de verkeerde kant naar beneden gedaald. Wij hebben toen een bivak gemaakt, volgende dag weer zoeken, weer ging touwen. Ja, dat maar wat gaat er dan niet door je heen? Ja, ik word er nu weer opgewonden van. Gewoon totale frustratie, jongens. Dit kan gewoon niet. We hebben het zo goed voorbereid. We hebben die touwen, alles klopte. Hoe kan dit, weet je wel? Dus je kijkt letterlijk de hemel in van, God, hoe kan dit, weet je wel? Ik was net vader geworden. Mijn zoon was 7 maanden oud. Dus je bent met een zoon van 7 maanden oud K2 gaan beklimmen. Ja, maar ja, goed, er zit ook weer een verhaal aan vast. Maar goed, ik ben nu even benieuwd. Ja. Ga door. We zijn daar, we zitten nu met jou op die berg. We zitten, ja. Dus nou, goed. En ja, dus nou, uiteindelijk, de volgende ochtend word ik sneeuwblind. Omdat ik te vaak de bril van mijn neus had gehaald. Omdat ik het in de verte dag beter te kunnen zien. Nou, sneeuwblind, dan krijg je ontzettende steken in je ogen. Nou ja, ik wist gewoon, nu is to be or not to be. Dus ik ben gewoon zomaar ergens naar beneden gegaan. Er kan geen helikopter komen. Hè. Dus er gaan reddingsteams kunnen omhoog. Het was je eentje op dat moment? Ja, nou. Toen waren we nog met z'n drieën. Okay. Hadden we net het bivak gemaakt. En toen werd ik dus sneeuwblind. En toen zei ik, moet naar beneden. En je bent al zo radeloos. Kijk, in het begin discussieer je nog. Maar op een gegeven moment zegt niemand meer wat. Je zit in de overlevingsmodus. En op een gegeven moment loopt de een links en de ander rechts op. Dat is gewoon ons overlevingsinstinct. Dat heb jij ook. Dat kun je niet voorstellen. Maar als hier brand uitbreekt, dan weet je niet wat je gaat doen. De een die zegt, ik ga hem nog redden. En de ander die loopt zo hard als het maar kan het gebouw uit. En het is allebei goed, hè? Maar goed. Uiteindelijk, ik kies dus eigen voor mijn geld. Ik ga eens naar beneden en ik klim me vast. Gewoon voor een zwart gat. Je kan niet verder, weet je, loterig naar beneden. Je kan niet meer omhoog. Je bent totaal op. Ja. Nou, ik heb mijn vrouw nog gebeld. Mijn vrouw zei natuurlijk dat ik vol moest houden. Dat ik vader was geworden enzovoort. En ik zeg, tuurlijk, weet je, ik bel je over een half uur terug. Nou, ik hang op en ik verlies het bewustzijn. Omdat je totaal aan je einde van je krachten zit. Normaal, volgens de wetten van de Newton zeg ik wel eens, was ik gewoon gaan slapen. Dat deed ik ook. Je accu is leeg, je blijft daar, je vriest in, klaar, over.
doet verder geen pijn. Maar ik ben een half uur later ben ik gewoon weer wakker geworden. Hoe kan dat? Nou, dat is al heel interessant, want ja, mijn zoontje heeft ongelooflijk liggen gillen op dat moment dat ik verdwenen was. En als je die tijdslijn over elkaar heen zet, dan is dat precies dat moment geweest dat ik weer wakker word. Nou, dat is wel heel interessant. Jeetje, ik krijg hier helemaal kippenvel van. Nou, ik sta op en uiteindelijk, om een lange verhaal iets korter te maken, het lukt mij om toch van die berg af te komen. Maar goed, Hoe lukte het? Ik kon geen kant meer op. En uiteindelijk heb ik een soort sneeuwgoot, wat er gewoon een lawinegoot is, waar alle sneeuw zich verzamelt. Ja. En wat dus ook gebeurd was, want dat was waarom ze touwen waren verdwenen. Die waren gewoon door vallende ijsblokken vernietigd. En niet een beetje, maar gigantisch. Alleen het gek is, niemand heeft ooit wat gezien of gehoord. Niet vanuit het basiskamp, onderaan die berg, niet op die berg. Dus als jullie het maar verteld hadden, dan kan je een nieuw plan maken. Maar als niemand het vertelt en niemand weet het, dan zit je gewoon voor een nieuwe situatie. En dat is wat er continu in deze wereld gebeurt. Wij proberen de wereld te voorspellen aan de hand van ervaringen uit het verleden. Ja, bestaande jongens, situaties. Die ervaringen die hebben we niet meer. Er gaan dingen op ons afkomen. Neem dat hele COVID gebeuren, maar dat is nog maar het begin. Dus we zullen nu toch echt een keer moeten gaan acteren met elkaar. Nou goed. Maar goed, die groot die was daar opeens. Die groot, nou nee, die was daar wel. Alleen het was heel simpel. Toen ik die zag, dacht ik, ja weet je, dit is levensgevaarlijk. Ja. Ik heb drie opties. Of ik blijf zitten, dat is geen optie. Nee. De tweede is dat ik het risico neem om hem te nemen. Maar ja, een grote kans dat ik natuurlijk naar beneden val. Ja. Nou ja, goed. En de derde optie is ja, afwachten. Weet je wel, zitten. En misschien verandert er wat in die hele situatie. Nou, dat heb ik in de eerste instantie gedaan. Totdat ik dus bewusteloos viel. En toen ik uiteindelijk weer bewusteloos kwam, dacht ik, ik heb geen keus. Nee. Dus toen dacht ik, dan is het volgende het geval. Ik ga het risico nemen. Als ik geluk heb. Nou ja, dan haal ik het. Als ik iets minder geluk heb, dan val ik halverwege naar beneden. Hopelijk breek ik alleen mijn benen. Dan kan ik nog steeds kruipen. Of ik heb gewoon pech, val in één keer en is klaar. Ja. Maar ik had geen keus, dus ik ben gewoon eraan begonnen. En nou, wat ging er door je heen op dat moment? Was je dan, zeg maar, was je vastberaden? Was je bang? Nee, je adrenaline zit je tot in je keel. Je strot is uitgedroogd. Je zit voor de derde dag, weet je, bij min 30 op een hoogte, weet je, waar een mens niet ook kan overleven zonder extra zuurstof, zonder eten. Dus je leeft vanuit een soort overlevingsinstinct. En je had geen spijt als je eraan begonnen was? Ik wil toch even toch nog terug, hoor. Want ik zit nu mee, helemaal in dat moment. Ja, ik wil gewoon even weten wat hij dan voelt op zo'n moment. En ja, of nee, je dat dan nog leuk vindt of dat je dan spijt krijgt. Je bent ontzettend boos. En dat is wat me denk ik ook op de been gehouden heeft. Ik heb adrenaline gekregen van die boosheid. Want ik was zo, weet je, hoe kan dit? Weet je, ik begreep het gewoon niet. Weet je kunt er gewoon niet bij. Nou, dat heeft me mogelijk energie geven. Uiteindelijk ben ik eraan begonnen. En ja, zonder rugzak, weet je, uiteindelijk stapje voor stapje met adrenaline tot, nou ja, je wil het niet weten. En elke keer buiten adem, weet je wel. En ook elke keer denken, als je tussen je benen doorkeek, van ja, weet je, dit is nog zo'n lange weg. Het is onmogelijk. Maar gewoon toch maar weer moed verzamelen, toch maar weer gaan. Ik heb een hele dag erover gedaan. Wat ik denk ik nou in normaal geval misschien anderhalf uur omhoog had geklommen. Ben ik echt een dag mee bezig geweest om dat, zeg maar, veilig naar beneden af te kunnen dalen. Nou, dat is gelukt. Dat is echt een godswonde. Maar toen was ik er natuurlijk nog niet. Heb ik weer een bivak moeten maken. Nou goed, en uiteindelijk de volgende dag, zeg maar, bij de kamp 3 te bereiken. En daar waren mijn maatjes. En uiteindelijk moesten we nog de berg af. En ja, dat je dan onderaan de berg constateert dat je tenen bevroren zijn. Ja, who cares, weet je. Het is een godswonde. Want er zijn 11 anderen, kunnen het niet navertellen. Dus, weet je, ja, dus snap je, ja, hoe dankbaar je bent. Dan denk je, nu stop ik ermee, toch? Lijkt mij toch? Ja, dat zou ik geweest, toen je in dat gat zat al hebben gedacht. Maar ja, maar dan zou ik ook moeten stoppen met autorijden of stoppen met andere dingen die risico's in zich hebben. Ik vind het zo grappig dat jij het vergelijkt met autorijden. Ja, maar dat zijn mannen die worden dan vader, die stoppen met motorrijden. Dus dan te gevaarlijk voor het gezin. Ja, maar de verongelukken er meer in een bus of in een vliegtuig dan op de motor. Ja, nee, dat is waar. Maar je hebt net gezien dat 11 mensen om je heen zijn omgevallen. Ja, maar dit is, kijk, dit lijkt en zelfs ook bijna doodervaringen voorkomt. Maar dit is het na grootste bergsportdrama uit de hele klimgeschiedenis. Okay. Dus dit is zo over de top. Ik heb al die boeken gelezen, weet je. Leuk. En ik heb altijd gezegd, dat overkomt mij nooit. Want, en dan vul je een eigen hele lijst voor jezelf in. Hè? Wij hebben goede sponsors, we hebben veel ervaringen binnen het team. We hebben dit, we hebben dat. Ja, en dan overkomt het je wel. Dan sta je met een bek vol tanden. Maar dat is hetzelfde als je in een hele veilige auto gaat rijden en denkt van, en ik drink niet en ik ben altijd alert en weet ik het allemaal. Ja, maar dan hoef je maar een of andere mafkees op de linkerbaan te zitten en het is ook klaar. En hetzelfde geldt
geld met op andere vlakken, weet je, risico's die we met het grootste gemak nemen. Ik noem net, zeg maar, al dat slecht eten van ons en dat weinige bewegen en al die burn-outs. Mind you, als ik die getallen zie, obesitas, help. Ja. Dat herken ik heel duidelijk wat je nu vertelt. En dan denk ik, jongens, dat kunnen we gewoon. Daar hoeven we toch geen rocket science voor te. Dat is gewoon een beetje gezond leven en een beetje normaal. Ja, daar ben ik het super mee eens hoor. 100%. En als je het dan doet, prima. Maar loop dan ook niet te klagen en wees dankbaar, weet je. Maar vervolgens zijn we een van de klagenstus, hoe zeg je dat? Meest klagende volk wat er rond. Tegelijkertijd zijn we blijkbaar ook heel gelukkig. Maar wat ik wil aangeven, het ligt allemaal in your hands, weet je. Die onbeperkt leven is een mindset. En zo. Natuurlijk, weet je wel, niet er zijn uitzonderingen, dat echt wel. Maar even voor de grote meerderheid, echt. Ik vind het een heel mooi slotwoord, dit. Onbeperkt leven is een mindset. Met wat voor gevoel kwam je toen thuis bij vrouw en kind? Nou ja, weer heel dankbaar dat ik het natuurlijk gewoon, dat ik goddomme, want joh, dat ik mijn zoon weer terugzag, dat is natuurlijk het grootste geschenk. En dat is ook zoiets, als ik naar hem kijk, dan kun je je voorstellen dat ik heel anders naar hem kijk dan dat ik zonder deze ervaring naar hem had gekeken. Hij heeft mij is gewoon, het leven dan nog wel leuk? Want hij heeft mij het leven gered, dankzij hem ben ik er nog. Weet je, dus dat is zo van een stukje spiritualiteit. Denk je echt dat hij jouw leven gered heeft? Ja, zeker weten. Want hoe kan het zo zijn dat het precies. En dat is ook nog hard te maken. Hè, want we willen natuurlijk altijd dat bewijzen. Hè, dat als iets trilt met een bepaalde frequentie, dan kan het 10.000 kilometer verderop met exact dezelfde frequentie staan te trillen. Daar is informatieuitwisseling. Hè, dat heeft dan met de kwantummechanica te maken. Maar dat is iets, dat is er. Maar iets wat we niet zien. Sorry, wat we niet zien, dat geloven we niet. Maar alles is energie. En energie zien we nou eenmaal niet. Dat is wel mooi, dus als je daarin dit kan geloven, joh, ja, dan zijn de wonderen die liggen voor het oprapen. Alleen we zien ze niet. Nou, maar jij ziet ze wel. Niet iedereen ziet ze. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, als je zegt, ze zijn er niet, en dat is geloof dan, dan misgun je jezelf dus de wonderen die er wel kunnen zijn. Ja. Dus geloof er gewoon in. En trek ze aan. Even geloof erin. Hey, ik meen het trouwens, ik geloof er ook wel in hoor. Moet ik je ook toegeven. Ja, maar dat is de grap. Ik heb het idee dat iedereen stiekem in onderbuikgevoel wel over gelooft. Nee, alleen stiekem, ik zeg het u. Ja, maar goed. Ja. De meerderheid. Heel veel van die mannen, of vrouwen, weet ik het, maakt niet uit. Maar, maar we worden er niet mee opgevoed. We worden We staan er niet voor open vaak. Nee, maar bij basisschool, wat doen we op de basisschool? Ja, we krijgen het ook niet echt mee inderdaad, dat is wel waar. Rekenen, taal en weet ik het allemaal. Laten we daar iets meer over dit soort zaken hebben. Ja, daar ben ik het wel echt mee eens. Maar het leven zonder die bergen is ook fijn, hè? Want ik voor mij de bergen zijn, is voor jou waarschijnlijk voetbal. En ik weet niet voor jou, maatje. Maar zo hebben we hopelijk allemaal iets. Bier drinken, nee. Nee, maar goed, weet je. Het maken. Mensen hebben wel eens gezegd, hadden ze kritiek op mij. Dan gingen ze even kijken waar die man van hield. Nou, die had dan als hobby van die schoothondjes met van die strikjes naar die wedstrijden. Mm. Ja, sorry, ik kan er heel flauw over gaan lopen doen. Maar als het nou die passie van die man daar is, ben ik het super mee eens. Dat vind ik dus ook. Nou ja, en zo hoop ik dat we allemaal een passie hebben en alleen probeer je wel te verwonderen over wat andere mensen doen in plaats van gelijk daar weer met een vinger naartoe te wijzen, want dat heb ik ook gedaan en ik hoop dat wat minder te doen, want het is zo makkelijk, weet je. Is dat ook zo'n levensles die je hebt gekregen? Zeker, gaandeweg? zeker, weet je, als het gaat over, dat vind ik, daar stoor ik me ook ongelooflijk aan, dat, weet je, we zetten mensen zo snel weg. Maar ik kan je vertellen, in die internationale expeditie, daar zaten ook Koreanen. En in Koreanen zeiden wij, daar werken we niet mee samen. Want die denken heel anders. Allemaal hiërarchisch, ouderwetse in onze ogen. Mm-hmm. Maar kan je wel vertellen, toen de mensen verdwenen waren op die berg, stonden we wel zij aan zij. Namelijk omdat we één doel hadden. En dat waren mensen van die berg te halen. Ja. En dat wil ik zeggen. Die vluchtelingen of wie dan ook, weet je. Wat zou jij doen? En geloof me, zij kunnen voor jou het leven betekenen. Mm-hmm. Alleen, we zijn op de een of andere manier, zijn we zo ver weg van die verbinding, zeg maar, en van wat andere mensen zouden kunnen betekenen voor jou of voor de wereld, dat we onszelf groter maken terwijl we niks meer of minder zijn. Ik vind dat je het mooi omschrijft allemaal, ja, Wilco. Echt en prachtig. Ik bedoel, het is ook met dezelfde passie die je volgens mij gebruikt als je een speech houdt ergens. Maar het is nog steeds vanuit je hart, als ik het zo of hoor. Of als je een berg klimt. Dat hebben die bergen mij dus gegeven. Want ik heb dat op school, ik heb ook een HTS gedaan. Ik heb zelfs een universiteit 2 jaar nog. Ik heb daar geen reet geleerd. Nee. Ja, technisch en cognitief. Inderdaad, maar gewoon over het werkelijk. En dat heb ik gewoon in de berg, in de natuur. En nogmaals, niet iedereen hoeft de berg in, maar ga wandelen. Dan voel je, dat hebben we allemaal gezien met corona, wat het met je doet. Ja. We moeten
moeten we meer die natuur opzoeken. Onbeperkt leven is een mindset. Dat is eigenlijk de conclusie. Daar kun je alles zelf aan doen. Zeker. En onbeperkt in de natuur bezig zijn maakt het mooiste in een mens los. Nou. Ontzettend bedankt voor je verhaal. En ook je energie trouwens die erbij was. Heel dankjewel. Bijzonder. Ik vind dat fijn. Hè? Ik bedoel, het is ook waar ik lol in heb. Maar ja, nogmaals. Ik geloof echt dat als je mensen zijn goed van zichzelf. Alleen we moeten elkaar even wat meer coachen. Of in ieder geval prikkelen. Ja. Prikkelen. En tot zover weer een aflevering van Onbeperkt. Je kunt hem altijd overal bekijken natuurlijk. Maar dat heb je gedaan bij deze, want anders had je hem niet gezien. We zijn binnenkort weer met een nieuwe aflevering van deze podcast.